Hoe onderhoud ik mijn gladleren schoenen het beste? Ik ben Mike van Wilmer Kinderschoenen uit Breda en ik ga jullie het vandaag vertellen. Wat heb ik nodig voor het onderhoud van mijn gladleren schoenen? We hebben nodig een invrijfborstel, een uitwrijfborstel, een wax om de schoenen weer netjes te verzorgen en eventueel bij te kleuren. Ja, en een kraan met water en zeep om de schoenen goed schoon te maken. Oké, nou deze schoenen hoeven we natuurlijk niet schoon te maken, want hij komt spiksplinternieuw uit de winkel. Maar ik ga wel laten zien hoe het werkt. Schoonmaken doe je dus inderdaad met water en zeep. Dat kan gewoon onder een stromende lauwe kraan. Goed droog laten worden en aan de rand gaan we poetsen. Nou, ik gebruik een uitboenborstel omdat wij zo verschrikkelijk veel schoenen moeten poetsen. Klein beetje wax erop doen. Meer heb je niet nodig als het maar een klein beetje is. Goed doorwrijven zodat je de wax goed de schoen induwt. Nou, helaas zie je nu natuurlijk weinig resultaat aangezien het dus een nieuwe schoen is. Daar zie je hem wel mooi dof zijn. Op het moment dat hij mooi dof is, dan weet je dat je alles goed geraakt hebt. Voor het uitboenen gebruik je dus altijd een uitboenborstel, maar daar speel ik altijd een klein beetje vals. Uitboenen doen wij lekker machinaal. Zoals je kan zien is het super gemakkelijk om gladleren schoenen te poetsen. Met zo'n poets verzorg je en herstel je de kleur. Dat betekent dat het een fabeltje is dat je dus naast die schoenpoets ook je schoenen nog in moet spuiten tegen de regen.